als je goed zoekt, denk ik, maar het meeste is duur. Maar er zijn wat goedkopere pandjes, volgens mij. Dus ik loop hier een beetje, alleen maar grote woningen, niet echt woningen voor jongeren. Nee. Ja, bergen, inderdaad, het vergrijst een beetje. Ja, vroeger had je de Mont Blanc en de Vooruitgang en het zeepaadje waar je maar uit kon gaan. Op een gegeven moment werd het allemaal een beetje minder. En als er steeds minder mensen komen, dan valt ook een sfeertje valt gewoon weg. Wat doet het met een dorp? Nou ja, dat de jongeren dus niet makkelijk aan de beurt komen. Maar dat de oudere mensen en ook de 40er, 50ers en de mensen die centjes hebben om een mooi huis te kopen wel natuurlijk super tevreden zijn. Ik denk alleen voor de jongere mensen echt wel een probleempje is. Zijn er genoeg woningen? Ja, absoluut. Zeker. Ja. Ja. En ook voor jonge mensen? Voor starters? Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik heb altijd van mijn ouders gehoord van je moet keihard werken. En dan kan je later weer terugkomen in Bergen als je goed verdiend hebt. En natuurlijk is het te weinig, maar dat zal in elk dorp zijn. Dus als mensen terugkomen, dat lijkt me super gezellig. Ja, moet alleen even zorgen dat er een huis voor ze is. Ja. Maar dat is natuurlijk ook momenteel met de huisprijzen is het allemaal een beetje lastig. Want die over Bergen is algemeen al wat duurder om te gaan wonen. En dan zeker voor starters. En als er dan woningen komen, dat zal wel helpen. Alleen zal het uiteindelijk weer te duur worden. Ik denk dat met mensen die gewoon genoeg geld hebben, die kunnen hier iets kopen. Maar echt voor mensen die net beginnen, dus niet denk ik veel geld hebben, dan is het niet zo makkelijk om in Bergen te komen wonen. In Bergen hebben we krimp die eigenlijk niet te wijten is aan het feit dat hier minder banen zijn, maar eigenlijk dat de mensen die hier wonen steeds ouder worden. En dat de huizen zo duur zijn en zo schaars, dat de mensen die hier komen wonen eigenlijk ook heel oud zijn. En dus vaak minder kinderen hebben. Daardoor zie je dat het inwonersaantal daalt en ook voorzieningen moeten sluiten. Is het erg? De school achter mij, daar zaten vroeger kinderen op. Daar komen straks huizen, dat is mooi. Maar liever heb je natuurlijk als gemeente dat er veel scholen open blijven. En als het zo doorgaat als het nu gaat, dan zullen er op termijn veel meer scholen in de gemeente moeten gaan sluiten. Ja. Nu zei u begin vorig jaar 1200 woningen komen erbij. Ze staan er nog niet, dat lijkt me ook een utopie. Tegen welke problemen loopt u aan? Nou, vorig jaar hadden we, net als iedere gemeente in Nederland, vooral last van stikstof. Van het feit dat we een manier moesten te vinden om die woningen toch te bouwen. Dat is gelukt. En nu komen we dus heel veel van die plannen in procedure. Dan kunnen mensen daar natuurlijk altijd nog bezwaar tegen maken. Ze kunnen nog naar de Raad van State. Nou, Bergen kennende gaat dat ook vast gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat de woningen er uiteindelijk niet komen. Dus het duurt iets langer, maar ze komen er toch. Wanneer staan die 1200 woningen hier? Nou, hier achter mij komen er 16 van de 1200. En eind dit jaar zou daar de bouw van kunnen beginnen. Maar goed, die andere 1200, min 16? Min 16, dat verschilt per locatie. Sommige locaties kunnen heel snel en andere locaties zijn we iets langer bezig. De BSV-velden bijvoorbeeld of de grond Delversduin in Egmond aan de Hoef. Daar zullen we in het eerste half jaar al een besluit over, of tenminste de raad voorstellen om een besluit over te gaan nemen. En dat zou betekenen dat je ook daar eind dit jaar zou kunnen starten. Ja. Is woningen bouwen de oplossing voor Bergen om dat inwonersaantal op te krikken? Ja, wat we willen doen is we willen zorgen dat er onze voorzieningen in stand blijven. Die voorzieningen kunnen alleen in stand blijven als genoeg mensen daar gebruik van maken. En om mensen te vinden om daar gebruik van te maken, zou je meer huizen moeten hebben. Want je hebt die huizen nodig om mensen daarin te laten wonen. Ja. Als u zo'n cijfer hoort van het CBS, baalt u dan? Ja, ik baal enorm. Maar ik baal ook omdat ik zie dat mijn generatie het in deze gemeente gewoon enorm lastig heeft om aan een woning te komen. En naast dat ik ervan baal, denk ik ook, nou, laat ons goede voornemen dan voor dit jaar zijn dat we flink extra gaan bouwen. Ja, u heeft het over uw eigen generatie. U bent zelf nog jong, hè? Was het makkelijk om een woning te vinden zelf? Nou, ik woon nog thuis, dus nee. Het is absoluut niet makkelijk om een woning te vinden in onze gemeente.